Yo mensen, welkom bij een nieuw Fion TFB. Vandaag ga ik Kenzie naar kracht 10 upgraden, of misschien wel zelfs kracht 11. En dan ga ik in 15 minuten tijd proberen Kenzie zo hoog mogelijk te krijgen qua trofeeën. Ik zal vast, niet knokbal 5 vs 5 aanzetten, maar knokbal. En dan gaan we dus even Kenzie upgraden. En dan gaan we dus dat proberen, want daar heb ik ook een soort van, ja, eigenlijk wel een miniserie een beetje van gemaakt. Maar gelukkig, ja. Hopelijk kan ik het dit keer dus wel gaan halen. Gewoon kracht 10 denk ik dat ik ga doen. Die gadget. Deze volgens mij is wel goed. Denk ik. Ja, volgens mij gebruikt iedereen deze. Als ik het niet goed heb, laat het even weten. En doe dan trouwens meteen even dat duimpje omhoog. Abonneer ook zeker. En blijf ook zeker kijken. Want het wordt een superleuk video. Want dan weet je of ik in 15 minuten 200 V kan gaan krijgen. Oké, we doen even shield aanzetten. En ondertussen doe ik even op mijn telefoon. Even kijken wat ik de code kan doen. Doe ik op mijn telefoon. De timer vast neerzetten. Niet helemaal goed voorbereid ben ik. Oké, boom. Oké, en deze denk ik. Prima, bam. Oké, bam. En als ik dan stopwatch, nou trouwens, timers, 15 minuten, oké. En ik klik op start. En de timer loopt ook. Ik ben eigenlijk wel zeker dat het niet gaat lukken. Dus dan zit ik gewoon mijn tijd te verdoen. En dan kan ik beter, ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop niet dat het werkt of zo, of iets anders. Of dat de opname in één keer weg is, want dan is het heel jammer. Maar oké, Kenzie. Nou, het zijn natuurlijk... Eerst bots, we moeten dit echt heel snel doen. Moet ik dus niet laggen, zoals ik al zei. Maar die, tegen bots moet je echt heel snel doen, echt. Want ik weet uit ervaring, voor de vorige weet ik dat je dit echt heel snel moet doen. En dat ik dit dus eigenlijk niet moet doen. Want nu laat ik het aan mijn teammate over. Gelukkig scoort hij gewoon. Dus ja, binnen 30 seconden meteen een potje al gehaald. En we gaan gewoon snel door, niet opnieuw doen ofzo, want dan... Sommige teammates gaan niet meteen weg of zo. En dan duurt het weer al heel lang. Dus gewoon meteen doorklikken. Oké, we gaan sowieso nog wat starters openen. En dus hopelijk kan ik 20 V krijgen in 15 minuten tijd. Oké, eens even kijken. We hebben een andere Kenzie. Nou, dat helpt natuurlijk wel goed mee. Bam, supertje erbij. Oké, snel. Hier, ik zal hem passen. Dit moet je dus gewoon niet hebben. Dit moet je dus gewoon niet hebben. Oké. Oh, dit moet je dus niet hebben, Abel. Kom op. Nee, niet doen. Als het zo'n speler is... Oké, we gaan het niet halen. Nee. Ik weet het gewoon nu al. We gaan het gewoon niet halen. Ik weet het gewoon al. Oh, oké, dat was wel goed van mij. Oké, gelukkig heeft die Sally het nu gesloopt. Nou, komen ze nu met z'n allen tegelijk. Nee. Oké, score alsjeblieft wel, Mandy. Wat doet die? Het was ook wel een beetje mijn fout. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. 1 minuut alweer verpest. Dat waren 2 potjes. Of dat hadden 2 potjes kunnen zijn. En trouwens, ik heb niet een streak. Ja, dit wordt hem sowieso niet. Laat maar. Ik kan denk ik al gewoon stoppen. Ik heb nog 12 minuten en 40 seconden volgens mij. Ja, dat is nu natuurlijk weer net iets minder. Maar dit is wel jammer. Oh ja. Oké, dit wordt het sowieso niet. Ik weet het nu al. Ik weet het gewoon nu al. Ik denk dat ik oprecht al gewoon kan stoppen. Maar goed, we gaan gewoon nog door. Misschien dat het heel goed gaat straks tegen echte spelers. Je weet het niet. Oké, maar dit moet hem wel echt worden. Oké, ik had er... Beter met mijn super denk ik kunnen schieten, maar om het sneller te laten gaan. Maar goed, boeien. Oké, doen we nu gewoon mijn super. Bam, bam. Bam, ik wil die bal. Want dan gaan we snel scoren. Oké, dat is top. Ik lag wel af en toe, dat is niet zo fijn. Maar we gaan gewoon snel door. Bam, bam, bam. Bam, oké. Want het moet echt heel snel. 11 minuten nog. En 40 seconden weer. Oké, let's go.
Ik ga het zal niet de hele tijd zeggen, want dat is wel een beetje heel veel dan. Natuurlijk van hetzelfde. Oké, we gaan maar eens een keer via de buitenkant. Dan pak ik op het begin niet zoveel damage. Pak ik de bal. Doe ik zo, doe ik zo. Doe ik zo. Doe ik zo. En doe ik nog even een damage. Een hitje op die Lola. Kijk, dit is wel goed. En dan komen ze wel allemaal tegelijkertijd. Dus dan gaan we natuurlijk gewoon. Bam, er vol voor. Als die bellen inderdaad kan passen. Zal ik hem gewoon binnenlopen? Hoppatee. Zo simpel is het. Hoppatee. En dat is zo'n 25 seconden. Dat is echt niet veel. Oké, en we moeten snel weer door. Bam. Oké, let's go. Oké. Meteen potje gevonden. En we kunnen door. Oké, ja. We moeten wel echt het snel halen. Het is gewoon mijn doel om dat te halen. En dat moet nu wel echt een keer gebeuren. Want het is aflevering 5 al. Volgens mij. Oké, we pakken de bal. Dashen naar voren. Bam, bam. Lopen we even binnen. Top. Let's go. Eerste goaltje. Nou, 15 seconden. Komen ze met z'n allen. Bam, bam. Oké, heb ik de bal. Zal ik even dashen zo. Bro. Maar, serieus? Bro, wat doet die Sprout? Het is echt gewoon niet eens grappig. Oké. Jammer. Want ik had natuurlijk makkelijk al kunnen scoren. 55 trofeeën zitten op. En ik heb nog 10 minuten. En. Nee, dat wordt helemaal niet. Oh, man. Dat... En die Sprout irritant doen. Maar ook de andere keren dat het team met je irritant doen. Want als ik pas 50 trofeeën in 10 minuten heb. Of in 5 minuten heb. Dan wordt dat maar 150 trofeeën. Misschien is het gewoon echt. Kan het gewoon niet. Het dichtbijste wat ik ben geweest is 199 trofeeën. Dit telt ook natuurlijk allemaal gewoon mee. Ja. En omdat we ook tegen echte spelers moeten nu. Ik denk dat ik het al gewoon kan opgeven. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ik het kan opgeven. Want ik ga het sowieso niet halen. Ja, maar hoe zou ik dit dan moeten doen? Want het kan gewoon niet. Of zo, het kan gewoon echt niet. Nee, dat is een beetje zonde van mijn super. Ja, maar dit ook, gewoon ja. Huh, ik doe toch mijn gadget dan, waardoor ik heal. Ja, het is al klaar. Het is al klaar. Ik kan het letterlijk al opgeven. Ik ga denk ik gewoon niet de video dan afmaken. Want ja, anders duurt de video misschien een beetje te lang. En dan blijven jullie minder lang kijken. En ja, we willen natuurlijk wel gewoon dat jullie leuke video's hebben. Ja. Oh, oké, let's go. Ja, het is al klaar. Maar goed, ik zal even dit potje afmaken. Omdat het gewoon leuk is. Je moet er wel echt leren spelen met Kenji. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Het is een beetje moeilijk spelen. Maar dat krijg ik onder de knie natuurlijk wel. Oké, ik had even verwacht dat ze eigenlijk als bot zijnde gewoon in het midden, dwars door het midden zouden dan gaan lopen. Oké. Ik ben bijna dood, ik moet even healen. Ik heb mijn gadget iets te wild gebruikt, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, jammer. Ja, maar het is dus ook gewoon al klaar. Ik heb ook nog maar 7 minuten, dit wordt helemaal niet, nee. We kunnen het alweer opgeven. Oké. Moet ik het nog een keer doen? Bij de 50 likes ga ik het gewoon nog een keer doen. Ga ik het gewoon nog een keer proberen. Maar dan natuurlijk wel even op een ander account. Want je moet het gewoon echt wel doen tegen de bots. En misschien gewoon inderdaad op een ander account. Omdat ik nu ook word ingedeeld om 57.000 trofeeën. Maar goed, we hebben deze dus gewonnen. En ik denk dat ik het gewoon hier dan wel na. Oh, niet lekker. Oké, startdropje. Zeldzaam helaas. Maar. Ja. Laten we nog één potje doen. Maar ja, ik heb nog maar 7 minuten. Het wordt het sowieso niet, denk ik. Dit wordt het tussen precies in het potje. Als het echt heel snel gaat, dan zou ik nog even proberen. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet gaat lukken. Dus dan zit ik gewoon mijn tijd te verdoen. En dan kan ik beter andere video's gaan maken. Wat ik ook zeker aan het doen ben. Want er komen nog heel veel video's aan. Oké.
Meteen mijn gadget inzetten. Ja, klaar ben ik. Nee, oké, ik heb gescoord. Dat is nice, 14 seconden, goaltje. Misschien dat het dan toch wel gaat worden. Maar we gaan het zien. Oké, ga even een beetje op het Kenji. Bam, bam, bam. Wat, hij is gewoon meteen weer super. En ik ben dood. En ze hebben waarschijnlijk zo wat gescoord. Oké, ze zijn wel een beetje aan het floten. En als die Clancy gewoon slim is, doet hij straks een super. Oké, bam, bam, bam. Dat was een hele goede super voor mij. Ik moet wel oppassen. Voordat ik straks dood ga. Het voelt zo raar om je shots te verpesten eigenlijk. Oké, supertje. Bam. En ik heb gescoord. Oké, dat was wel nice. Ja, Kenji is echt veel te OP. En ook veel te OP dat je in de super gewoon niet geraakt kan worden. Maar ik kan je vertellen, als ik pas op 81 zit en ik heb nog maar 5,5 minuten over dat ik het niet ga halen. Dus ik ga het hier denk ik gewoon lekker bij laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet dan zeker niet te abonneren en de duimpje omhoog te doen. Want dus bij de 50 likes ga ik het gewoon nog een keertje proberen. En ja, ik zie jullie bij de volgende keer. Laters!